Ja, voerefficiëntie is voor ons al heel lang, al 15 jaar denk ik, een item. Het berekenen van het gebruik van grondstoffen bij een intensief bedrijf zoals wij is gewoon heel interessant. Het spaart je vooraankoop. Je productie kan daardoor misschien wel omhoog. Nu met de huidige mogelijkheden en kennis en techniek is dat steeds interessanter, steeds betrouwbaarder om aan te rekenen. En steeds belangrijker om misschien wel het verschil te maken in de wereld. Omdat het nooit zo belangrijk is geweest om zuinig te zijn met voer. Juist op dit moment, met alle items zoals stikstof en andere zaken in de wereld. Ik verwacht verrassende dingen. Ik hoor van andere bedrijven die al wel gegevens bekend hebben, is dat de koeien waar je het niet van verwacht, soms betere efficiëntiegetallen laten zien als de koeien waar je het van verwacht. En wij zijn ook nieuwsgierig hier naar onze koeien, wat die zullen gaan doen. Nou, voerefficiëntie speelt natuurlijk al een grote rol, maar blijft het ook zeker spelen. We gaan er natuurlijk met stierkeuze op letten. En zeker als de cijfers betrouwbaarder worden, is het nog interessanter en werkt het nog sneller. Voerefficiëntiedagen, 19 maart 2020. Zijn jullie allemaal van harte uitgenodigd op ons bedrijf? Hier kunnen we laten zien hoe we de voerproeven uitvoeren voor CRV. Je kunt er veel meer bekijken. Er zijn workshops, er is een hapje en een drankje, er is gezelligheid. Komt allemaal, meld je wel eerst aan op de website. We zien jullie dan.